Eindhoven wordt dit weekend omgetoverd tot een groot urban festival. E-Moves is vanaf vandaag vrijdagmiddag weer in de stad. Het hele weekend zijn er internationale live optredens, wedstrijden en demonstraties. Allemaal uit de urban wereld. We zijn het hele jaar door bezig met urban culture. Dat zijn dus de urban sports, de urban danssoorten, street art en muziek. En één keer per jaar creëren we e-moves waarin alles naar buiten komt. En dat we het laten zien aan de stad. De hele brede cultuur willen wij laten zien. Het is eigenlijk een etalage voor mensen die het nog niet zo goed kennen. En voor mensen die het al heel erg goed kennen. En hier juist de toptalenten die uit de hele wereld hier landen. Op 5 plekken in de stad gaat het E-Moves Festival zich concentreren. Strijp S, waar Area 51 en het Ketelhuisplein zijn. En ook in Dynamo en de Effenaar zijn verschillende evenementen. De Berenkuil wordt voor de 7e keer graffiti gespoten tijdens Step in the Arena. En op het 18 septemberplein wordt een mega groot parcours opgebouwd dat spectaculaire beelden moet gaan opleveren. Dit plein wordt nog extra uitgebreid met een grote inline skate ramp, een freerun parcours en tricking. Het wordt enorm. Het bijzondere aan dit jaar is dat denk ik dat we nu midden in het centrum staan met de hele urban sports. En we doen calisthenics, freerunnen, BMX, inline skate en tricking. Dus de hele 8 september blijft ontploft hier morgen. Een van de andere hoogtepunten moet het wereldkampioenschap breakdance voor duo's worden. Dat is in de Effenaar. De beelden van E-Moves die zie je maandag hier bij Studio 040 in het 040 Nieuws.